gevoelens kunnen uiten, negatieve en positieve gevoelens, gebeurt niet zo makkelijk in West-Vlaanderen. Ik denk dat dit een deel van de oorzaak is. We hebben een jaar geleden is gesproken op Radio 2 in die eenmalige uitzending van het Eenzame Hartenbureau. Die ereronde die ik mocht doen. En toen hebben we het gehad over de aantal zelfdodingen in Vlaanderen. Mm-hmm. En u hebt toen gezegd van ja, in mijn provincie ligt die het meeste hoog. Hè. Heeft dat te maken met ja, misschien dan toch de stress? Want u spreekt wel over dat werken goed is natuurlijk. Als ik dan denk aan mijn ooms die in de Volvo stonden aan de lopende band 8 uren, dan was dat zeer stresserend werk. Mm-hmm. Ja, klopt. Het is een ingewikkeld verhaal. Klopt, het is ingewikkeld. Je kunt daar niet één oorzaak van aanduiden. Waarom is er plotseling zo wanhopig dat zij of hij geen uitkomst wil zien en alleen maar zegt, nu moet ik René eraan maken. Dokter. En ook denk dat hij nergens meer terecht kan. Maar ik denk dat het zeker wat West-Vlaanderen voor een deel te verklaren is door een beetje onze geslotenheid, onze moeilijkheid om ons te uiten, om gevoelens te uiten. Wij zijn, ik ook, zeer cartesiaans opgevoed. De reden, weinig expressie. Toneel, ja, expressie, zang, dans, beweging, gevoelens kunnen uiten. Negatieve en positieve gevoelens gebeurt niet zo makkelijk in West-Vlaanderen. Ik denk dat dit een deel van de oorzaak is, maar het is ongetwijfeld een complex proces. En wat ik wel weet, dat mensen die dreigen in zo'n tunnel terecht te komen, ja, dat die wel moeten kunnen praten, dat die wel contact moeten kunnen hebben, dat die wel iemand moeten kunnen hebben om mee te spreken, om eruit te geraken. Zijn wij Vlamingen nog goed en aardig voor elkaar? Dat denk ik wel. Er is enorm veel solidariteit. Wat wel totaal anders is vergeleken met mijn kinder- en jeugdjaren. Dat is het kleine contact met de buur, met de vrienden, met de straat. Toen ik klein was, mensen in de zomer, die zaten gewoon op de stoel omgekeerd te kijken naar de straat. Ja, 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 zo, de hele buurt zat zo naast elkaar en babbelen. En dat was een hele zomeravond. Ja, ja. En er was geen tv, er werd gepraat met elkaar. En ja, wat ik ook zie, een immens verschil met Frans-Vlaanderen. Net over de grens, mensen gaan naar de buurtwinkel, doen een babbeltje met elkaar, komen binnen in de winkel, ook in het restaurant. Monsieur Dame, voor heel de zaal. Hè? Bij ons, wij sluipen naar ons tafeltje, zeggen geen hoogstens links en rechts. Ik ben ook zo, ik heb een beetje moeite om mij te uiten. Maar toen ik kind was, en ik probeer dat nu ook opnieuw, mensen goeiedag te zeggen. De zeldzame keren dat ik naar de winkel ga, zeg ik elke goeiedag, of elkeen. Ja, toen ik klein was, was het gewoon elkeen zijn. De mensen kwamen binnen en iedereen zei goeiedag. En nu staan alle mensen te wachten tot die brave bakkerin het zoveelste brood gebakken heeft. Of ze staan naar een gsm te kijken. Of naar een gsm te kijken, of met vingers op de toonbank te trommelen. Ja, ik vind dat eigenlijk wel. Ik vind dat we daar verkeerde weg aan het opgaan zijn. Dus de interactie en solidariteit is heel groot bij dingen die door media opgezet zijn. Grote steunacties, zeer wervend heel vaak. Maar het onmiddellijk gewoon menselijke contact met de buren. Mijn grootmoeder heeft daar buurvrouw die zwaar ziek was, maandenlang verzorgd, gewoon naast de deur gegaan. Dat is eigenlijk bijna, gelukkig niet helemaal, maar is bijna aan het verdwijnen.
TV heeft zijn intrede gedaan, rolletje neer, iedereen binnen in de huiskamer. Ik denk dat dit voor een beetje meespeelt, maar los daarvan, ja, een goeie dag kost niks. Hè. Als ik fiets, tenzij het op een autostraat is, dat je heel de tijd, maar anders, ik probeer altijd te zwaaien naar mensen. Ja, als 1 op 5 terugzwaait, en dat is niet omdat ze mij herkennen, want dat gaat snel, maar dan is het veel. De meeste mensen doen dat gewoon niet meer. En zijn vaak verrast en verschieten. Als je binnenkomt in de winkel, dan heb je een goede dag. Ik doe het ook vaak. Ik loop langs de straat en draai zich om. Ik zeg glimlach of knik gewoon. En soms, mensen schrikken soms. Ja, hè? Ja, ja. Dan denken, oei, wat wil hij van mij? Ja. Terwijl ik gewoon vriendelijk wil zijn. Ja, het is een dubbele evolutie. Wat via media komt, wat via grote organisaties komt, wekt wel solidariteit, maar het kleine, dagelijkse, menselijke, dat ertoe doet toch, hè, om vaak voor mensen die helemaal niemand ontmoeten, hè, heel dag lang, hè, dat gaat achteruit, vind ik. Geert, er zijn twee heel belangrijke dingen gebeurd in uw leven de afgelopen maanden. Uw moeder is gestorven. Hoe lang is dat nu geleden? September vorig jaar. Dat is alweer een eindje. Ja. Ja. En u bent grootvader geworden. Ik zou bijna zeggen in één ruk, de cirkel is zo wat rond. Ja. Hè, zo, ja. Maar grootvader was ik al. Hè. Mijn oudste kleinkind is, het zo? Is 7 jaar, dus ik heb er al 5 ondertussen kleinkinderen. Dat is ongelooflijk mooi. Ik heb 5 kleinkinderen. En ik heb trouwens mijn Elschotlezing aan het grootvaderschap gewijd. Elschot die kracht geput heeft, inspiratie geput heeft uit het grootvaderschap en die dat ook beschrijft, hè, dat dit een kameraadschap is van grootvader tot kleinkind. En het is ook zo, ik ervaar dat ook zo, dat is ontzettend mooi. En die kinderen zien opgroeien en voel je weer jong, hè, dan speel je met die kindjes en zo, maar je kunt ze ook heel veel bijbrengen. Ik denk dat het een zegen is voor kleinkinderen om op te kunnen groeien en grootouders te hebben. Omdat het ouder worden is natuurlijk wel zo. Hè. Af en toe heb je een situatie waarbij ook de overgrootouders bij de doopvond staan. Hè. Wat vroeger niet het geval was. Ik heb nooit mijn grootouders aan vaderszijde gekend, bijvoorbeeld. Nu heb je niet alleen vaak dat ze de 4 grootouders kennen, maar ook nog de overgrootouders. Dat is bij mij niet het geval geweest. Dus dat is ontzettend plezant. Iedereen die ik kende, al mijn vrienden, zeiden: wacht wat je grootvader bent, je zult wel. Ik geloofde dat eigenlijk niet. Maar nu het zover is, geloof ik het wel. Wat mijn moeder betreft, ze was bijna 96. Ze had een heel lang leven gehad. En je weet dat het moment zal komen. Het is toch een zeer intens afscheid geweest en ik ben blij, ik was erbij toen ze gestorven. Ze hebben ook afscheid kunnen nemen en dat blijft wel bij. Het is niet iedereen gegeven om in de laatste dagen, levensdagen van iemand die je lief hebt, nog te kunnen babbelen. Dat is wel gebeurd toen. Ik kon er nog mee praten. Ja, ja. Niet de laatste dag, niet, en ze is dan in coma gegaan, maar daarvoor hebben we een zeer intens afscheidsgesprek gehad. Ja. Wel de moeite, hè? Ja, ja. Dat zijn ingrijpende. Ja. Ja, ik denk wel, mijn moeder is er nu 80. En dan begin je ook al eens te denken aan dat wat misschien nooit zal moeten komen. Hè. Politicus wordt zo niet, dat is een troost. Hè. Ja, aan Octave Landuit, die ook nog leeft, hè, de kunstenaar, zei altijd: toen ik mijn moeder verloor, verloor ik een stuk van mijn hart. Toch zo, ja, dat is, ja, je hebt maar 1 moeder, hè, en het is die moeder er is een, tussen een kind en een moeder is er een onbeschrijfbare band, hè, en je voelt dat zeer zeker aan het moment dat je
moeder er niet meer is. Ik denk nog dagelijks terug aan mijn moeder en mijn vader. Ook trouwens, maar de band met je moeder die jou op de wereld gezet heeft, die jou in alle moeilijke momenten van je leven gesteund heeft. Ook toen ik de moeilijke tijden meemaakte met de VU, heb ik heel veel steun gehad aan mijn moeder ook. Die zei, had uw vader nog geleefd, hij zou achter u gestaan. Ze heeft nog ooit een briefje geschreven naar mij. We zijn, ja, dat is een zulke innige band, dat is uniek en dat is voor iedereen onder ons uniek. Het is ook mooi dat u daar kunt over vertellen uiteindelijk. Hè? Dat het, ik kijk dat met veel dankbaarheid, met veel liefde. Ja. U bent ook fier op uw moeder. Hè? Dat, absoluut. Wat heeft ze gedaan in de loop van haar leven? Mijn moeder was een arbeidersvrouw, een zeer eenvoudige vrouw. Ze was schoenstifter in Isegem. Alle meisjes toen, behalve zij, die mochten studeren van thuis. Hè? Maar dat was niet het geval bij haar thuis. Ze was een arbeidersdochter. Ja, Isegem was de avant la lettre, de stad waar enorm veel vrouwen aan het werk waren. Precies omdat er onze schoenijver met meer dan 8000 mensen op een bepaald moment die daarin werkten. Dat is onvoorstelbaar vandaag. En heel veel jonge meisjes die leerden stikken en die stikten thuis de schoenen en dat werk moest dan binnengedragen worden. En wat stikten ze? Ah ja, de bovenleden, zo. De bovenleden, ja, dat moest vastgestikt worden. Je hebt dat gezien natuurlijk. Ja, ja. Ik heb dat, bij haar heb ik geen schoenen meer zien stikken, maar ik heb mijn grootvader, die schoenmaker was, heel vaak kunnen bewonderen. Ja, toen en uw vader, wat deed hij? Mijn vader was onderwijzer. Als onderwijzer. Ja. Dus dat is zo'n beetje, ja. Want ja, dan zit ik ook te denken, je hebt dan gestudeerd, hè? Ja. Dus een onderwijzerswedde en een arbeidsterswedde, als nu zeg ik het verkeerd zo. Ja. Maar dat was dan toch ook een inspanning van jullie ouders. Absoluut, ja, ik ben daar heel dankbaar voor hen. Nee, we waren met z'n vier en half vier gestudeerd. Dat was een zwaar, want mijn moeder werkte toen niet meer. Dus dat was wel een behoorlijk zware inspanning ook. Maar ik heb altijd gewerkt, ben altijd jobstudent geweest. Ik heb, zodra ik aan de NIF was, had ik geen ouderlijke bijdrage nodig. Zoals ik had mijn studiebeurs en ik had mijn werk en daarmee. Ja. Kon ik het maken. Een echte Vlaming. Ja. 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 Maar we zitten nu te praten over de ouders en de kleinkinderen en de band. En ik heb ooit een reeks gemaakt in het laatste nieuws over familiebanden en bloedbanden. Mm-hmm. En wij waren van plan om daar 20 weken mee door te gaan. Dat heeft een 90-tal weken doorgelopen, omdat het zo interessant was. Die bloedband, wat is dat nu toch? Dat is toch iets bijzonders? Dat is bijzonder. Hè? Je mag nog zo'n goede. Ik moet u bekennen, mijn broer, mocht hij nu mijn broer niet zijn, zou mijn vriend niet zijn, zou geen kameraad zijn van mij. Maar omdat hij mijn broer is, zie ik hem graag. Wil ik hem rond mij? Wil ik hem. Dat is toch vreemd? Ja, dat is het. Hè? Je bent samen opgegroeid in één nest. Je hebt lief en leed meegemaakt. En dat is het nu eenmaal. Ik sta soms met verbazing te kijken naar families, broers, zussen die ruzie maken met elkaar, die uit elkaar vallen. Of nog erger, ouders, kinderen. Dat vind ik het allerafschuwelijkste wat voor kan vallen. Je hebt die bijzondere band. Je bent samen in dat gezin opgegroeid en zoveel jaren. Alles samen gedaan. Ik heb jaren samen een bed gedeeld met mijn broer. Is dat was toen zo. We hadden één slaapkamer voor de jongens, één voor de meisjes. Dat zijn dat schept banden. Hè. Ja. Ja. Moet nog een beetje humor zijn in de politiek. Zeker. Allemaal zo ernstig. Vind je dat niet? Ja. Maar dat is een deel dat de mensen van u niet kennen, die bent. Ik heb al een paar keer gezien dat u hartelijk lacht en met de witte tanden bloot. U bent echt wel een. Ik probeer toch elke dag een paar leuke momenten te hebben. Proberen, dat is niet geforceerd. Maar zonder dat beetje humor, dat zo relativeren is. Dat zou gewoon niet gaan. Bent u vrolijk mens van natuur? Bloed ernstig is.
Goh, dat denk ik niet. Ik ben nu niet iemand die... Ja, die zou kunnen, hè? Ik denk niet dat ik vrolijkheid uitstraal. De meeste mensen vinden mij ernstig, serieus, een beetje te. Maar ja, ik hou van humor, ik hou van lachen, ik hou van leuke dingen. Een beetje een afwisseling. Je moet kunnen relativeren, anders... Dus de hele tijd bloed, ernstig is, dan oh, mag je niet op denken, dan dat is het zout, hè. Dat is het zout in de patatten, een beetje lachen. Ja. Maar ik beschouw je als een hartelijk mens, dat weet u. Mm-hmm. Dat heb ik al gezegd. Mm-hmm. Kunt u dat in uw functie dan niet te weinig tonen, die hartelijkheid, ja, misschien, ja, natuurlijk hangt ook af van de fysionomie. Ik heb een harder uiterlijk, een scherper uiterlijk. Mensen die mij ontmoeten zeggen, ja, je bent helemaal anders dan we ons voorgesteld hadden. Vorige zondag nog een koppel Franstaligen uit een randgemeente ontmoet op een tentoonstelling. Ze voelen geen bourgeois, tu ne ressembles pas à la personne qu'on voit à la télévision en dan een babbel enzovoort. Dan zijn ze ook in het Nederlands begonnen om zich aan te passen. Ja. Maar ik heb het elke week eigenlijk dat ik mensen tegenkom die zeggen, hebben een ander beeld van jou dan je in werkelijkheid bent. Maar ik kan leren meer leven. Het is niet anders. Zo wat afsluitende vragen. Wat vindt u nu eigenlijk het mooiste aan het leven? Dat is een moeilijke, zware vraag. Daar heb ik echt niet over nagedacht. Het mooiste, mijn motto is werken en genieten. En ik vind dat je zo door het leven kunt gaan en tegelijk probeert te leven volgens een aantal lijnen die ik ook van thuis uit meegekregen heb. De neistigheid, werkzaamheid, een arbeidsethiek. Solidariteit, verantwoordelijkheid eerst opnemen, dan solidair zijn. Ja, dat geeft genoegdoening. Dat is het eigenlijk. Ik heb er geen grote theorieën bij voor de rest. Om af te sluiten, blijven we samen met die ene grote vraag zitten. Zal u binnen 3 jaar voor de kleinkinderen gaan zorgen? Of zal je nog verder doen? Ik zal blijven voor de kleinkinderen zorgen zoals ik dat nu doe. Ja? En wat de andere vraag betreft, dan toch. Kunnen we afspreken over 3 jaar. Ja, we zullen afspreken over 3 jaar. Hopelijk mag ik u dan nog eens ontmoeten als minister-president. En als Geert ook. Al of niet, als Geert in alle gevallen. Voilà. Bedankt. Ik moet de linkerhand Juist.